Stichting Thuis in Eindhoven vierde in november 2017 dat ze gemiddeld energielabel B op hun woningbezit hebben gerealiseerd. We hebben om die gemiddeld label B te halen vooral de isolatie van de woningen aangepast. Beter glas, betere spouwmuurisolatie. Waar het kon ook zuinigere installaties geïnstalleerd. Dus eigenlijk de normale dingen die de mensen ook thuis kunnen doen, hebben wij al in onze sociale huurwoningen ook al gerealiseerd. Het doel is voor 2050 is een CO2-neutrale woningvoorraad. Dus label B is slechts een tussendoel. En daar gaan we met de collega's in de regio en alle installateurs en aannemers hard aan werken. Thuis bouwt momenteel een vijflaags gebouw, 0 op de meter en gasloos. Nou, we staan hier omdat dit een mooi voorbeeld is, een mooi project wat Thuis aan het doen is, waar eigenlijk het succes van Thuis heel goed door geïllustreerd wordt. In dit project ontwikkelen wij appartementen voor de laagste inkomenscategorie, in de laagste huurprijzen, met alle duurzaamheidsaspecten die we hebben. De mensen die voorheen in een portiek etage woning woonden, hier wonen ze in een gebouw waar ze echt trots op zijn. En daar zijn wij ook weer trots op. Nou, we hebben inderdaad samen met anderen hier in de regio de Natural Step denkwijze omarmd. En dat is een denkwijze die zich niet alleen maar richt op de energietransitie, maar ook op zorgvuldig grondstoffenverbruik, op het tegengaan van vervuiling van het milieu en nog belangrijker dat het met al die maatregelen die we nemen, dat het ook nog lekker wonen moet zijn. En die balans proberen te maken in de manieren waarop je huizen maakt en verhuurt, dat is voor ons het uitgangspunt voor elke beslissing die we nemen.